Nou, dit is de basis van de voedselketen op aarde. Algen worden gegeten als phytoplankton door zooplankton. Zooplankton wordt gegeten door kleine visjes. En kleine visjes worden gegeten door grote visjes. Dus zonder algen in de oceaan is er geen leven in de oceaan. En is er ook geen zuurstof of te weinig zuurstof op aarde. Dus dit is echt de allereerste basis. Hè? De bacteriën en de algen, de opruimers en het gras van de oceaan. Mijn naam is René Jongbloed en ik werk bij Algaspring. En Algaspring is een kwekerij van microalgen. Nou, het nut van microalgen is, zoals we ze hier produceren, voornamelijk voor de visteelt. Die kleine visjes, als ze net uit het ei komen, die hebben na een paar dagen hebben ze voedsel nodig. En daar worden de algen voor gebruikt. Een andere belangrijke toepassing voor de toekomst is, zien we algen als voer voor mensen. Als consumptiemateriaal en in de verdere toekomst zelfs vervanging van vis. Maar dit is onze babykamer. Hier doen we onderzoek, hier bewaren we onze cultures. Dus mocht er een keer wat gebeuren, kunnen we eigenlijk vanuit zo'n klein agriplaatje kunnen we opstarten. Klein flesje, dat gaat in een groter flesje. En dat gaat dan in nog een grotere fles van 10 liters. En dan uiteindelijk naar een van de reactoren buiten in de kas. De alg groeit heel snel. Verdubbelingstijd van 24 uur is heel normaal. En de microalgen bestaan voornamelijk uit voedingsstoffen. De alg die hier ronddrijft, die is misschien 2-3 micron. Die heeft geen stengels, die heeft geen bladeren. Die heeft eigenlijk alleen maar een celwandje met daarin voedingsstoffen. Er zijn bijvoorbeeld 50% eiwitten, 20% vetten, gezonde vetzuren. Zoals de visolie die daar eigenlijk tussen aanhalingstekens in zit. Allerlei mineralen. En dat maakt het eigenlijk een heel compact, krachtig voedingsmiddel. Hier zitten ongeveer 40 miljard planten in een druppel. Een druppel is dan 1 milliliter. Nou, dit is 2,4 liter, 2400 milliliter maal 40 miljard is heel veel. Heel veel, ja. Om hier algen te kweken, dus het is op zich ook een hele duurzame teelt. Verwarmen we de kast niet, we verlichten de kast niet. In het Nederlandse klimaat kunnen we hier bijna het hele jaar door algen kweken. In de visteelt, in de aquacultuur zijn ze op zoek naar verschillende soorten. Maar natuurlijk ook algen die gewoon beter groeien hier. Of meer opbrengst opleveren. Of die beter tegen de hitte of tegen kou kunnen. Of die bijzondere inhoudstoffen hebben waar we naar op zoek zijn. Dus het kan van alles zijn. Als je kijkt naar de opbrengsten van algen, kan ik in Nederland op een hectare 6 keer zoveel eiwit produceren als ik met soja zou kunnen in de tropen. Het enige wat het eigenlijk op dit moment nog ingewikkeld maakt is dat de wetgeving nog niet zover is dat het op grote schaal moet worden toegepast. Dat heeft alles te maken met voedselveiligheid en onderzoeken die daarvoor moeten gebeuren die een hoop tijd en geld kosten. Dus het heeft ook gewoon tijd nodig. We moeten gewoon het vak leren. We moeten leren hoe we de algen goed kunnen kweken, welke soorten, hoe we ze kunnen oogsten, hoe we het kunnen optimaliseren. Het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven, maar het is iets wat zeker gaat komen.